even wat spelen met z'n drieën. Dus dat gaan we nu doen. Dus dan doen we dus... ik weet niet, dit is niet echt een soul nummer, maar... Wij houden heel erg van de... praat ik te veel trouwens, moeten jullie het ook gewoon zeggen. Of als ik te veel praat, dan kun je het op een kaartje schrijven en dan kun je het inleveren bij Arjan de Vreda, on the sound. En dan gaat hij het allemaal bij elkaar optellen. En als het er meer dan... nee maar. Anyway. Dit is een nummer van John Lennon. Die kennen jullie wel van de Backstreet Boys. En van Wham, van mijn shirt. Dus, naast George Michaels, John Lennon geloof ik. En maar... We houden heel erg van de Donny Hathaway uitvoering. Donny Hathaway. We gaan het gewoon eens proberen, oké? Okay? Is dat cool? Yeah! Nog nooit gespeeld, nog nooit gedaan. We gaan het zien. I was dreaming of the past. No, I didn't. I'm just a jealous guy.
Zo. Nou, dat is ook leuk, hè? Goed, als dat oké was. Was het oké? Ja! Nog steeds een beetje piep. Ik weet niet wat die piep is. Arie, weet je wat die piep is? Ik heb een beetje piep. Horen jullie ook piep? Nee! Jullie horen het niet. Jullie zijn het belangrijkst. Piep. Dus eigenlijk willen we er dan nog eentje doen. Kennen jullie deze eigenlijk? Jealous Guy. Brian Ferry heeft hem ook gedaan. En wie heeft hem niet gedaan? Willeke Alberti heeft hem niet gedaan. Voor de rest bijna iedereen. Willeke Alberti heeft wel Ome Jan gedaan en Groeten uit Rio. Dus aanraders, beide. Gaan we niet spelen? Ja! Willem kent de akkoorden van Groeten uit Rio niet. Domme. Hey, we willen er eentje doen. Ik zou zeggen dat het Ike en Tina is dit eigenlijk. Vermoed ik. Ik weet het eigenlijk niet. When I was a little girl, I had a rag doll. When you were a young boy, did you?